En we zijn live. Hartelijk welkom bij een nieuwe Escape 925, de podcast, de livestream nummertje 49. Een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden waarmee we onszelf aan het denken willen zetten. En ja, wellicht zetten we jou ook wel aan het denken. Dat zouden we leuk vinden. Het is in ieder geval een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de red race. En de wereld mooier en vrijer achter willen laten. Tof dat jullie allemaal weer live bij aanwezig zijn. Mocht je dat ook een keertje willen, dat kan. Uh, we, zenden, we nemen het op op dinsdag om 1 uur. Ja, dinsdag 1 uur. Uh, en als je daarbij wil zijn, de Zoomlink wilt ontvangen. Dan moet je je even gratis aanmelden op escape925podcast.nl. Want dan krijg je de link. Opgestuurd en dan kan je er gewoon live bij aanwezig zijn. En uh, na deze opname praten we ook altijd nog even door in de natalk. Altijd hele interessante, boeiende gesprekken die dus niet opgenomen worden, maar waar je dan dus wel bij bent... en waar je dus ook van profiteert. Dus uh, meld je even aan op de e-maillijst, escape925podcast.nl. En mocht je nou de content die wij maken waarderen en leuk vinden... nou, geheel vrijblijvend kun je ook een donatie achterlaten... en dat kan via het Bitcoin Lightning-netwerk uiteraard. Niet meer via fiat, dat hebben we er allemaal afgegooid. Het kan alleen nog maar via Bitcoin. Uh, de QR-code staat in beeld en ook onder de video vind je de linkjes hoe je dat zou kunnen doen. Dank daarvoor. Uh, een, een blijk van waardering die je aan ons daarmee uh, geeft en ons nog meer inspireert en motiveert en energie geeft om nog meer podcast voor jullie uh, te gaan maken. Goed, vandaag weer een, uh, een nieuwe podcast. Uh, dit is uh, deel 2 van de tweeluik die ik uh, op ga nemen met mijn goede vriend. Jawel, geef hem nog even een groot applaus, Mark Damen. <applaus> Yes, super leuk om uh, nou, vandaag ook weer inderdaad naar deel 2 uh, te gaan. Uh, we hebben inderdaad, iedere dinsdag hebben we uh, doen we natuurlijk deze opnames. Nu is het voor volgende week, uh, is er toevallig wel een uitzondering uh, in. Hè? Dus uh, mocht je luisteren en denken van, hé, hey, wacht even, dan kan ik misschien wel. Uh, volgende week doen we hem één keer op donderdag om één uur Nederlandse tijd. Hè? Dus, uh, dus ja. dan weet je dat alvast. Uh, en uh, misschien dat je er dan net uh, wel een keertje live bij kunt zijn. Van harte welkom uh, natuurlijk. En ik heb er ook zin in, uh, Stijn. We zeiden het al heel even tijdens de voortalk. Het is een onwijs interessant onderwerp, uh, denk ik. Ben ik van mening. Uh, het, uh, er gebeurt heel veel uh, in de wereld en het gaat heel, heel, heel erg snel. Uh, dus wat dat betreft, denk ik dat het goed is dat we, dat we ons voorbereiden en dat je uh, je, je mentaal eigenlijk voorbereidt. Dat je kijkt. Dat je er langzamerhand een mening over probeert te vormen en dat je probeert te ja, zoeken van hey, welke rol kan ik hierin betekenen in deze snel veranderende wereld. Want voor sommige mensen zal er geen plek meer zijn, in ieder geval niet qua werkzaamheden, maar andere werkzaamheden ja, die zijn, worden juist uh, heel erg belangrijk. Dus uh, ik denk dat het uh, voor jou belangrijk is om, uh, om dit helemaal naar uit te gaan kijken. Absoluut. Uh, waar hebben we het dus over gehad in deel 1? Dat was aflevering 48 van de Escape 95 podcast. Dat, uh, die, die heette de stille revolutie, de decentralisatie van de macht. En uh, die kun je nog terugkijken, daar hebben we uitgelegd waarin uh, ja, de macht aan het verschuiven is. Op 14 plus plekken is het aan het uh, verschuiven. Op het gebied van ons geld, maar ook onze media, voedselvoorziening, energievoorziening, social media, big tech, verzekeringsmaatschappijen, de muziekindustrie, de vastgoedmarkt. Op allerlei plekken is de macht aan het verschuiven en uh, wordt het steeds meer gedecentraliseerd, ook dankzij uh, blockchain technologie. Uh, en komt de macht ook weer veel meer terug bij de burgers. En ik denk dat dat iets positiefs is om, uh, om in te zien. En dat we dat met z'n allen ook meer mogen omarmen. Uh, wij hebben dat genoemd de stille revolutie, waar jij dus ook aan kan, uh, kan deelnemen. Uh, mocht je daar nog geïnteresseerd naar zijn, uh, kijk even de aflevering 48 uh, terug. In deze aflevering, aflevering 49, gaan we het hebben over deel 2 en dat is Society 5.0. En dan gaan we even vooruit kijken, oké, okay, hoe gaat onze samenleving er dan in de toekomst uitzien en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Uh, Mark, wij, wij, ik heb hem nu de titel gegeven, het kunstmatige, kunstmatige intelligentietijdperk. Maar ik zat, en dat kwam eigenlijk door een tweet die jij naar mij uh, had gestuurd. En dit was het plaatje wat, na, na, wat jij uh, een paar weken geleden naar mij had gestuurd. Van hé, hey, moeten we hier niet eens een podcast over maken? En hierin zie je de verschillende societies, gemeenschappen die we hebben gehad. Uh, en de revoluties die er zijn geweest. Dus uh, de, uh, de revolutie van dat er licht is ontstaan. Of dat, uh, um, ja, de, de industriële revolutie. Of de, de computerrevolutie. Uh, en nu zitten we bij een revolutie. En dat is uh, ja, AI, kunstmatige intelligentie. Maar voor mij is het eigenlijk ook nog meer dan dat Mark. Het is ook de, de robotisering, het is de, de blockchain technologie, cryptografie, internet of things. Moeten we niet eigenlijk een andere naam verzinnen voor dit, uh, dit tijdperk? Uh, ja, ik denk dat het een goeie is. want er, uh, wat er, wat, Het is wat mij betreft het technologie tijdperk waar we eigenlijk in gaan. Waarbij technologie niet meer op de achtergrond aanwezig is, maar permanent op de voorgrond aanwezig is. Dus dat we eigenlijk een hele wereld creëren waar technologie centraal in, uh, in staat. En uh, je noemt het al, hè, het komt vanuit verschillende hoeken komt het. Uh, uh, de medische wereld noemde je net nog niet. Uh, daar is ook enorm veel technologische ontwikkeling uh, in, uh, in geweest en ook dat komt nu allemaal samen. Um, en ja, is dat toeval? Ik weet niet of het toeval is, maar het is wel heel mooi, zou je kunnen zeggen, dat het allemaal samenkomt. Zodat we in één keer in een stroomversnelling kunnen komen. En dat, uh, of je nou naar onderwijs kijkt, inderdaad, naar, uh, naar, naar de manier waarop we met elkaar communiceren, met elkaar samenwerken, alles gaat veranderen. En uh, natuurlijk zijn we daar zelf bij. Alleen net zoals dat internet, de opkomst van internet uh, heel veel dingen veranderd heeft. Um uh, verwacht ik dat dit nog veel extremer zal, uh, zal gaan zijn. Ja, en we hebben in deze podcast heel veel voorbeelden voor jullie meegenomen, waarin jullie het ook kunnen gaan zien hoe het op allerlei plekken gaat, uh, gaat veranderen. Maar Mark, ik dacht dus van hé, hey, um, als we toch in dat kunstmatige intelligentietijdpark le uh, leven, laat ik het gewoon ook eens even aan een kunstmatige intelligentiebot gaan vragen. Van hé, hey, hoe zie jij dan Society 5.0? Ik denk, nou, dan profiteer ik er ook maar meteen van. Dus ik heb het aan uh, ChatGPT even gevraagd. Van, van, hey, zou jij mij kunnen uitleggen wat Society 5.0 is. En wat wel heel interessant was, hij zei nou, Society 5.0 ook wel bekend als de super slimme uh, samenleving. En het is een uh, concept dat oorspronkelijk werd voorgesteld door de Japanse overheid. Want dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Uh, gewoon. Nee, ik ook niet. Ja. En hij zegt dus het is een combinatie van AI, Internet of Things, uh, robotica, big data. Um, nou ja, en de vraag is natuurlijk hoe we dat gaan, uh, gaan gebruiken, weet je, door. Blijft het nog steeds gecentraliseerde tech, uh, technologie? Of gaan wij als burgers dit veel meer uh, omarmen? En het in ons voordeel laten werken, ook voor burgers? Ik denk serieus dat dit uh, twee kanten op kan. Ik denk dat wij nog verder kunnen afgeknepen worden door uh, gecentraliseerde partijen. Maar tijgen, ja. tegelijkertijd is dit ons ook een grootste kans. En een, een dankbaarheid die we moeten hebben voor deze technologie. Uh, omdat we het naar onze eigen hand kunnen zetten, überhaupt. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is, het is zoals uh, eigenlijk heel veel dingen, ook het gebruik van internet en, en, en andere technologieën die er, uh, die er zijn, is het altijd van ja, hoe ga je daar zelf mee om en welke rol wil je erin spelen en hoe wil je het voor jezelf en je gezin, je community, je, de plaats waar je woont, hoe wil je dat op, uh, op die manier gaan gebruiken? En uh, het is nu nog steeds heel vroeg, alleen tegelijkertijd gaat het wel heel erg snel. En ik denk dat het daarom ook goed is om. Uh, je daar ook vandaag verder in te verdiepen, zodat je daar een beter beeld bij kunt vormen en dat je het ook gaat gebruiken. Want ik denk dat dat bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is wat je nu zelf uh, net gehanteerd hebt. Kijk, iedereen die kan uh, chat-GTP uh, bijvoorbeeld gebruiken en andere AI-kunstmatige intelligentie-oplossingen. Uh, alleen je gaat het pas echt begrijpen op het moment dat je die technologie in zijn huidige vorm gebruikt. En dan ontdek je ook meteen waar nog de bugs zitten, dus waar het niet werkt en waar de beperkingen zitten. Oftewel, waar nog een stuk toevoegde waarde in zit. Maar je kunt ook zien waar er al wel oplossingen zijn. En daarmee wellicht gebruik van maken in het werk wat je nu doet. Gebruik jij het vaak Chat GPT, Mark? Ik, ik heb het standaard, heb ik het openstaan. Ja, dus, uh, ik, ik ook tegenwoordig. Dus, ja. Geen Google meer, ja. maar gewoon ChatGPT staat bij mij open in mijn browser. Ja, absoluut, absoluut. En, 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 en dat werkt, werkt, heel erg, werkt heel erg goed. Soms, uh, uh, soms als ik bijvoorbeeld bepaalde activiteiten, bepaalde creativiteit bij mezelf wil losmaken, uh, dan laat ik ChatGPT mij eigenlijk vragen stellen. Ja, dus dan uh, gooi ik een onderwerp erin en dan zeg ik van, hé, hey, kun je me daar eens wat goede vragen voor stellen? En, en vervolgens gaat dat bij mij stromen. Uh, um, uh, en andersom kan ik natuurlijk ook wel eens vragen van, uh, kun je ook meteen het antwoord, hey, hoe kijk je er zelf naar? Uh, en dan krijg je ook een mooi antwoord. En dan vergelijk ik het met dat van mij en dan denk ik, ah ja, maar daar zitten toch wel weer een aantal punten vaak bij waar ik niet aan gedacht had. Uh, maar die, uh, die echt wel van toegevoegde waarde zijn. Dus, uh, ja, ik, ja, ik moet zeggen, ik ben het wel meer gaan gebruiken sinds ik uh, ChatGPT plus account heb. Dus ik betaal daar 20, Absoluut, 20 ja. dollar per maand voor. Het, is, het ja. werkt gewoon veel sneller. Het werkt altijd. Uh, maar hij kan ook uh, uh, browsen op het internet. En dat vind ik heel erg uh, ook heel erg handig. En dan, 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 dan vat hij het samen wat hij heeft gevonden. Uh, maar geeft ook nog steeds het linkje naar de Bronvermelding, geeft hij uh, toe. Uh, ja, ja dat, die ChatGPT plus, dat is wel echt een verrijking. En dat uh, bespaart me nu al heel veel tijd, moet ik uh, zeggen. Ook in voorbereidingen voor podcasts Vragen stel ik me ook heel vaak gewoon, uh, gewoon vragen ja. of hij ons daarbij kan helpen. En dat, ja. uh, nou, het is er van zin. Ben, ben je bang dat uh, kunstmatige intelligentie ons, uh, onze jobs gaat. Uh, ja, dat we, dat heel veel mensen hun baan gaan kwijtraken? Uh, ja, ik ben er niet zo bang voor. Uh, ik denk ook niet dat het zoveel zin heeft, want uh, iedere technologie die er komt, die, die, ja, die gaat dingen veranderen. Uh, en nou ben ik zelf iemand die wel van verandering houdt, dus uh, laat maar komen, denk ik dan. Uh, maar ik denk wel dat het goed is dat op het moment dat je zelf wat ja, minder van veranderingen houdt, uh, en, uh, en dat hebben natuurlijk ook veel mensen... Ja, dat, je, dat het wel goed is om hier al aansluiting bij te gaan vinden. En te gaan kijken van oké, okay, welke kant zou het op kunnen gaan? Ofwel, op welke manier is het nu al veranderd? Want heel veel dingen zijn nu al veranderd. Hè? Uh, alleen je werkgever of de manager van je bedrijf, die heeft dat nog niet door. Dus die gebruikt dat nog niet. Dus die huurt jou nog in om die werkzaamheden te doen. Maar zo gauw uh, ze erachter gaan komen. En vroeg of laat is dat zo. Weet je, dat gaat geen twee jaar duren. Hè? Ja, dan verandert er opeens heel veel in je werk. Dus. Naar mijn mening kun je, heb je enorm veel invloed op, op hoe je baan er in de toekomst uit zou kunnen zien, door juist uh, misschien wel in je vrije tijd uh, je hierin te verdiepen en vervolgens dan zelf naar je manager of je directeur uh, te gaan of misschien wel voor jezelf te starten met een leuk idee uh, uh, en, een, en een markt open te breken. En dat is ook wat we zien. Nou, afgelopen jaar, ik heb zo ontzettend veel nieuwe start-ups heb ik, uh, gezien die die uh, robotisering omarmen... en die daar allemaal dienstverlening omheen hebben gebouwd. He, dus uh, tekstschrijvers uh, zie ik. Ik zie vertaalbureaus, zie ik uit uh, de grond stampen. Ik zie grafische bureaus, zie ik uit de grond stampen. En die leveren allemaal hun dienstverlening... voor een derde van de prijs. En het interessante daarvan is... is dat zij met die derde van de prijs... dankzij die robotisering... Uh, nou, veel meer marge nog kunnen maken dan de bedrijven die daar geen gebruik van, uh, van maken. En, ja. Weet je, ik, ik hou ook wel altijd nog van dat menselijke sausje eroverheen. He, dus, dus uh, uh, maar goed, uh, dat, dat is, maar dat is persoonlijk. Maar ik denk dat er heel veel mensen al heel blij zijn met de ja, Met de informatie die ze krijgen, of met de producten die door een, door een, een kunstmatige intelligentie opgeleverd kunnen worden. Nou, ga, Hoe kijk jij daarnaar? Ben jij er bang voor? Nee, de, ik, de, ik ben de, er niet bang voor. Ik, uh, ik ga het zo laten zien aan de, aan de kijkers dat zij veel meer competenties hebben dan ze zelf denken. En, ja. en dat, dat ga ik zo laten zien. Dus het creëert heel veel nieuwe werkzaamheden ook, uh, ook weer en uh, veel, veel nieuwe kansen. En dat je veel competenter bent dan je nu denkt. En dus dat je eigenlijk veel meer per uur kunt vragen dan dat je nu denkt. Uh, ja, ik, ik denk, daar kun je de komende <laughs> vijf jaar kun je nog uh, van, zeker van profiteren van technologie. Er is wel één iemand. Die gaat het wel heel zwaar krijgen. En nou, even, even een klein beetje humor, uh, Mark. Maar uh, dit, ik keek hier vroeger natuurlijk altijd uh, naar. En uh, ik, ik denk dat uh, onze Tom van Tom en Jerry, dat is eigenlijk de eerste die zijn baan wel is gaan uh, verliezen. En uh, Even kijken, kan ik hem goed in beeld uh, brengen? Ik kwam dit filmpje tegen. Uh, Tom uh, van Tom Jerry was de eerste die zijn baan is verloren door, uh, door AI. En dan dit, uh, dit filmpje erbij. Oh, wow. Nou goed, uh, het filmpje was nog grappig, ik heb het verkeerde filmpje zie ik. Maar in het begin zaten Tom en Jerry zaten natuurlijk te lachen. Wat moet zo'n robot, hoe gaat hij mij ooit vervangen? En opeens zag je, dit was dan de uitwerking, hoe de, het muisje werd uh, afgevoerd en uh, Tom zijn banen kwijt uh, was. Um, ja. Maar ik denk dat het mee gaat vallen. Ik denk dat er heel veel nieuwe banen uh, terecht gaan, uh, ja, weer opnieuw gaan, uh, gaan ontstaan uh, hier, uh, hierdoor. Zoals dat ook met het ja. internet is gebeurd. Hè? Iedereen dacht ook dat alles geautomatiseerd werd. Er zijn heel veel nieuwe banen ontstaan dankzij het, uh, het internet. Um, ja. Voordat we naar die uh, dingen gaan, hoe, hoe we gaan laten zien dat mensen veel competenter zijn dan ze werkelijk zijn, Mark, is er iets wat mij te binnen schoot, wat ik dacht van, wauw, dit, dit is waarom AI zo baanbrekend is. En dat is eigenlijk omdat, uh, je hebt eigenlijk twee talen. Je hebt de, 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 de menselijke taal en je hebt de computertaal. En de computertaal zijn uiteindelijk eentjes en nulletjes, en daar hebben ze programmeertaal omheen gebouwd zodat wij mensen kunnen praten met computers. En wat ze decennia lang hebben gedaan, is dat ze ons hebben willen leren om die computertaal te spreken, zodat wij met computers kunnen spreken. Alleen wat heeft dat bedrijf OpenEye gedaan met ChatGPT? Die heeft gezegd van ja, dat duurt me gewoon veel slang voordat al die mensen gaan leren hoe ze moeten programmeren. Heel veel mensen kunnen dat ook gewoon niet. Het is maar een nee. klein gedeelte die dit kan. Wat hij heeft gezegd, weet je wat veel slimmer is? Wij moeten gewoon een computer leren om mensentaal te kunnen spreken en mensentaal uh, te kunnen begrijpen. En dan gaat ja. het veel sneller. En dat, ja. dat is wat zij hebben, hebben omgedraaid en wat zo geniaal is. Dat zij een computer hebben uh, leren uh, mensentaal te leren begrijpen gewoon. En, en dan zet je daar computerkracht achter. Ja, en dan gaat het razendsnel, die ontwikkeling gewoon. En dan kunnen die twee talen wel met elkaar communiceren. En, en dat is het, uh, het geniale, er volgens mij, uh, wat je wat hierachter zit eigenlijk. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En, uh, um, en dat hebben wij, hebben dat laatst, ja, volgens mij hebben wij daar samen contact over gehad. Wij hebben laatst ook door uh, ChatGTP in dit geval uh, gewoon een stuk code laten uh, ontwikkelen. Hè? We hadden bepaalde behoeftes met de website. We hebben dat ChatGTP gevraagd of hij daar een script voor wilde schrijven. En hij gaf dat. Ja. Uh, ik kon niet controleren of dat, uh, of dat klopte. Uh, jij kon dat wel. Uh, dus, dus daar zit het hem nog wel in. Hè? Dus als je het hebt over toegevoegde waarden. Ja, dat je het wel wil controleren of het daadwerkelijk klopt. Maar goed, het, ga, het wordt wel steeds sneller, steeds beter. Um, uh, waardoor je op een gegeven moment er wel op kunt gaan vertrouwen. Nou ja, ja, er zijn nu ontwikkelingen. Ik wil dat wel laten zien, Mark. En eigenlijk heb ik nog heel even een vraag ook aan de, aan, aan de kijkers. Want ik, uh, ik zit eigenlijk met een nieuw business-idee. En misschien kan uh, ik ben benieuwd wie mij van de kijkers denken dat ze mij kunnen helpen. Dus laat dat sowieso even weten in de chat. Of je, of je wel of niet mij kan helpen. Weet je, beide is goed. Maar laat dat even weten in de chat. Ik, uh, ik wil een nieuwe supplementen uh, opzetten. En ik wil eigenlijk uh, een fotoshoot van die, van die producten. Weet je, een aardbeien smaak, een bosbessen smaak, een bananen smaak. En dat moet een mooi pakketje, een mooi logootje. Met de ene keer een aardbeitje erbij, de andere keer een, um, een bosbesje erbij. Uh, wie kan dat grafisch voor mij ontwikkelen? Wie, uh, laat dat even weten in de chat. Of jij dat uh, nou, komende week wel of niet voor mij kan doen. Of jij gewoon die technische vaardigheden, of jij dat, uh, dat hebt, zeg maar. Laat dat even weten in de in de chat. Uh, jij Mark, zou je dat voor mij even kunnen kunnen maken? Uh, ja, ik weet waar jij heen wil. Dus ik denk wel dat ik jou zou kunnen helpen, ja. <laughs> ja, maar ik, uh, nou, laat het even weten. Ik denk, ik denk dat het voor nou ja, grafisch vormgevers... is het een appeltje en eitje. Maar voor de meeste mensen zullen we zeggen dat het niet kan. En ik ga het nog wat moeilijker maken. Van die producten die ik thuis heb staan. Uh, uh, je mag geen, uh, geen camera gebruiken. Je mag geen studio gebruiken. Uh, het moet zonder fotograaf. En toch wil ik dat jullie die afbeelding voor mij, uh, voor mij maken. En... Uh, ja, dat, dat kan dus nu tegenwoordig. Dus jullie kijkers, jullie zijn veel competenter dan jullie denken. En ik ga het laten zien, want wat is de nieuwste ontwikkeling? Je kunt gaan praten met, met Photoshop. Dus je hoeft het zelf niet meer uh, met je handen te kunnen. Nee, je moet het gewoon zeggen tegen Photoshop en die gaat het voor jou doen. En laten we even kijken naar, uh, naar hun filmpje met hun nieuwste AI-ontwikkelingen uh, daarin ook. Dus hier zie je, ze selecteren wat en hij zegt: ik wil die, die ondergrond wil ik even veranderen. Nu laat je het gewoon over aan Photoshop. Dus die doet dat gewoon voor jou. Dus, maar je kunt ook dit zeggen doen. Dus je zegt gewoon tegen Photoshop, je praat tegen Photoshop. Ik wil daar gele lijnen hebben in die, in die afbeelding. Dit is toch waanzinnig, Mark. Het nee, is heel cool. Je hebt heel niks cool. hoeven doen, je hebt niet hoeven te slepen, te klikken, je, je hoeft niet geen grafisch vormgever te zijn. Je zegt gewoon tegen Photoshop, maak daar twee van die hele mooie gele lijnen en hij doet het voor je. Maar het kan nog veel meer. Hier zag je gewoon een foto van een hert die gewoon in de natuur staat. En dan zeg je er tegen: nou pak die hert eruit en uh, zet hem even in de, in de straat uh, neer. En voilà, je hebt een waanzinnige afbeelding al. Een leuk uh, seintje aan de, aan de kant van de muur. Huppakee. Je zegt het tegen Photoshop en het maakt het. Dit is de nieuwe Photoshop. We, we kunnen gaan praten met Photoshop, oftewel jullie zijn veel competenter dan jullie denken, want jullie kunnen nu ook met Photoshop werken. Ja, en ik denk, ik denk dat dat wel belangrijk is. Uh, dat als je gaat kijken naar de toegevoegde waarde voor, voor mensen in het gebruik van kunstmatige intelligentie, zit volgens mij toch ook in de creativiteit. En in iets kunnen visualiseren wat er nog niet bestaat. He, iets wat, uh, wat ondernemers natuurlijk ook vaak hebben, he, die creëren iets wat nog niet bestaat. Uh, en, en dat begint gewoon met een, een gedachte, met een idee. En uh, als je specifiek naar dat Photoshop gaat kijken, maar dit kan ongetwijfeld ook met Video straks en dat kan met, nou ja, van alles en nog wat. Het komt er wel op van jij ja, Jij moet wel bedenken: van wat zou daar mooi bij zijn? Hoe zou je dat plaatje nog mooier kunnen maken? En ik denk dat daar nog een belangrijke toegevoegde waarde ligt voor, uh, voor creatievelingen. Alleen het verschil is. Ja, <laughs> nou, ik denk het ook en, al niet meer hoor, Mark. Want, nou, wat... ik denk dat het verschil is, wel is dat uh, je hoeft. Uh, je hoeft niet meer die, die hele gespecialiseerde educatie daarvoor te hebben. Ja. Ik denk als je, als je als je gewoon die creativiteit hebt, uh, dat, je, dat je heel ver kunt komen. Maar jij zegt ook van, uh, jij denkt dat ook niet meer. Ja, ik, ik, denk, ik denk zeker dat het een pluspunt uh, is. Maar je zag al dat ja. Photoshop, je kunt ook gewoon aangeven van, hé, hey, um, genereer maar iets voor mij. En, uh, en, en dat kan het dan ook doen. En, 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 maar, maar goed, het is maar de vraag of het altijd het juiste genereert uh, natuurlijk. En of ja. het uh, zijn doel... Uh Dient, daar ben ik het met je eens. En dat, dat is natuurlijk maar hier even een ander voorbeeldje nog. Over die supplementen uh, business die ik dan zou willen opstarten. Wat een grapje was, uh, natuurlijk. Maar uh, hier, ja. hier zie je dus, dit, dit is de uitkomst wat je dus kunt genereren. Uh, zonder dat er een fotograaf aan te pas is gekomen. Zonder dat je een studio hoeft te, te, te huren. En heb je gewoon uh, een ja, een waanzinnige foto met uh, hoe je supplementen eruit kunt kunnen, kunnen zien. En ze laat het helemaal zien hoe ze dat gecreëerd uh, hebben. En, en, en dan kun je natuurlijk, nu staat er een citroentje, staat er in beeld, maar dat kan ook zo uh, aardbeien zijn of een bananensmaak kan het, uh, kan het zijn. En ja, moet je ja. nagaan wat dat doet met je, met je kosten om dit even te, uh, te lanceren gewoon. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, wat merk jij Stijn eraan? Hè? Want jij maakt er ook veel gebruik van. Uh, wat merk jij wat je, wat je echt moet leren, waar, waar je tegenaan loopt? Nou, het is wel, ik zat laatst dus ook met iets uh, te, te, te spelen, Mark. Dat was bijvoorbeeld uh, dit, en dat heb ik naar jou, uh, naar jou opgestuurd. Hè. Ja. En dan, uh, je kunt dus nu ook van tekst naar uh, afbeeldingen, hè, want dat is het uh, ja. idee. En toen had ik gezegd, maak een, uh, een afbeelding van dat je bitcoin als um, uh, digitaal vastgoed ziet. Hoe zou jij dat visualiseren? Nou ja, ja. dan ma maakte dit ervan, wat ik natuurlijk ja. waanzinnig vind gewoon. Kijk, ik had dit niet kunnen, kunnen designen. Ik denk dat we hier in design 100 euro voor minimaal hadden voor moeten betalen. En nu was het, is het gratis gegenereerd uh, op een, met, door wat tekst in te, te, te voeren. En, ja. di en dit vind ik een mooie uitkomst. Maar je zit ook wel vaak zit je wel te pielen met hoe geef ik de juiste tekst, de juiste woorden. Ja. De, en ze noemen dat de juiste prompt. Hè, dus de juiste invoer, de juiste vraag stellen. Uh, daar zit de moeilijkheid in. Goede vragen stellen. En dat ja. is natuurlijk ook iets wat ze hebben afgeleerd bij ons in het schoolsysteem. Want je, je moet geen daar moet je geen vragen stellen, je moet antwoorden geven. En, ja. en dus dat is iets nieuws, denk ik, wat we moeten leren om weer leren goede vragen te gaan, uh, gaan stellen. Want alleen dan ja. krijg je de goede ja. uitwerking van, uh, van um, AI. Ja, precies. Het is precies ook waar ik tegenaan loop en waar het mij steeds meer aan moet denken. Toen ik mijn eerste bedrijf startte toen, en voor het eerst mijn personeel te maken kreeg, moest je ook de juiste vragen leren stellen aan je medewerkers om, om voor elkaar te krijgen dat, dat iets gebeurde zoals je dat wilde. En, Um, en hier doet het me ook een beetje aan denken, want zo'n zo zo AI is eigenlijk ook een, nou ja, een soort van medewerker, zou je kunnen zeggen, ja. die je op de juiste manier vragen moet stellen. En het komt heel precies. Uh, gisteren zat ik nog met Annemiek zat ik in de tuin, waren we ook uh, uh, samen aan het nurden met uh, chat uh, GTP uh, en was zij daar voor het eerst eigenlijk wat verder uh, ingedoken, gedoken. Uh, waarop, uh, waarop we ook uiteindelijk tot de conclusie krijgen, well, ja, het gaat echt om de, de juiste woorden gebruiken. Uh, en, 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 en soms, ja, dan, dan is het het nog niet. Ik heb Klopt. bijvoorbeeld een keer een tekst laten schrijven... en dan zeg ik, ja, nou ja dat is hem niet. Kun je hem wat liefdevoller schrijven? Uh, kun je hem of in de jufvorm schrijven? Of kun je, hem, uh, kun je dit eraan toevoegen? Uh, of, uh, nou, begin maar helemaal opnieuw. Want uh, de basis is niet eens goed. Maar ik denk uh, dat dit een kwestie van tijd is, Mark. Dat, dat we nu al uh, in dit tijdperk al zo ver zijn, moet je nagaan hoe ver we in 2030 zijn met deze technologie. Dit gaat natuurlijk zo ja, snel. Het, het gaat ontzettend snel. Het, 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 het doet me denken. Een... Paar maanden geleden zat ik met een groep ondernemers en en een van die ondernemers die is er ook helemaal fan van dus die gebruikt dat heel veel en die uh, die hebben een geïnteresseerde voor uh, om uh, voor uh, om hun bedrijf te kopen en die partij had allerlei vragen had hij gesteld en hij, zei, en hij heeft die vragen, heeft hij met behulp van JetGTP in dit geval, heeft hij uh, beantwoord. Hij, hij zei tegen mij van Mark, hier was ik normaal gesproken een week mee bezig geweest. Om dat allemaal op een goede manier uh, uh, beantwoord te krijgen. Op een manier die ik ook fijn vind, uh, uh, wat ook klopt. Um, en hij zegt, nu ben ik daar een halve dag mee bezig geweest. Ja. Dat is een heel verschil hè, ja. een week of een halve dag. Uh, en, 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 en ik denk dat, uh, dat, 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 dat daar de winst in, uh, in, nou, uh, in daar godsend. zijn. Daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, Mark. Ik heb dat uh, wat uh, gevonden. Natuurlijk Katie Woods is daar ook heel erg mee bezig. Hè. Die investeert ook ja. heel veel in, uh, in AI. Uh, ja. Een van die onderzoeken is dus dat uh, je, je kunt het de mensen laten doen... of je kunt het de mensen in samenwerking met AI doen. Uh, ja. Min 55%. Is dat ja. dus al qua uh, tijdsduur wat het gaat, uh, gaat duren? En zij, ja. zij spreken dus ook heel vaak over uh, een combinatie van um, mens en AI. Dus zij zeggen niet dat AI alles gaat doen, maar het is vaak de combinatie met AI. Min 55 uh, uh, procent. Uh, ze hebben het ja. ook uh, ingedeeld bij uh, verschillende uh, beroepen. Uh, dus je ziet dat een uh, software-developer, die is nu twee keer zo snel met, uh, met AI iemand ja. die de office en admin support administratie support doet vier keer zo snel. Ja. Een boekkeeper twee keer zo snel. Een accountant is 1,11 uh, keer, uh, uh, keer, 11 keer zo snel. Een advocaat één keer 1,11 keer zo zo snel. Voor een advocaat lijkt mij dit ook geweldig, want ChatGPT kan natuurlijk heel zo'n wetboek inlezen. Ja. <laughs> en een, hoe heet dat, in de rechtbank, een speech voorbereiden zeg maar. Ja, een, uh, andere invalshoeken zien die hij niet zag. Precies, ja. Ja, ja want dat, daar doet het me ook aan denken. Hè. Je hebt, uh, dus al een aantal jaren geleden had je, ik ben altijd de naam van dat spel uh, kwijt. Uh, daar had je uh, de, de eerste AI uh, van Google, uh, die ging tegen de, tegen de wereldkampioen. Het was niet schaken, maar een ander go, spel, een go. veel moeilijker spel. Wat zeg je? Go. Eten, dat? Ja, precies. Go, ja, dankjewel. En die, um, uh, die, hebben, die hebben ze toen aan het werk uh, gezet. En in eerste instantie dachten ze dat, uh, dat, dat, uh, dat die AI dat die het potje ging verliezen. Want hij ging een hele gekke kant ging die op Hij ging hele gekke sets ging die doen. En dat iedereen dacht: van, ah, hij is aan het blunderen. Maar het waren compleet nieuwe sets. Uh, set, uh, sets waren het. Met als gevolg dat die. Uh, won, dat, dat, uh, dat spelletje won en sindsdien nooit meer verloren heeft. Ja. En ik denk dat dat gewoon wel interessant is. Wij hebben heel veel dingen die we geleerd hebben, leren we natuurlijk van iemand anders. En nemen we het op die manier, nemen we het over. Maar daardoor verdwijnt ook de creativiteit eruit. En ik denk dat AI heel veel nieuwe creativiteit uh, en nieuwe inzichten weer kan gaan, uh, kan gaan brengen in de dingen die we nu misschien al dagelijks doen. Ja, absoluut. Dus, uh, en ik denk dus heel, dat dit, ja. uh, dit proces heel snel gaat, uh, Mark. Want als je nu dus gaat kijken, is dat het, nou, het gaat ons al heel veel tijd besparen. Ja, dus ook met afbeeldingen genereren, wat je misschien eerst uh, 150 euro, dollar kost, vijf uh, uur. Uh, ja, is het nu voor 8 cent, heb je het onder een minuut, heb je die, uh, ja. die afbeeldingen. En ook echt hele bijzondere afbeeldingen die uh, gegenereerd kunnen worden. Ze hebben laatst eens gevraagd aan, uh, nou, uh, voeg uh, honden, honden samen met mensen, zeg maar. <laughs> Nou, dan zie je ja. hier de golden retriever, zie je hier uh, uh, zitten. Of een, um, een, een, een andere hond. Nee, een mooie afbeeldingen. Ik kan niks anders zeggen. Absoluut. Je kijkt ja. dit dan, joh. een husky. Deze is goed. Die is ja, toch vet. Is dit is, laat ja. dit maar een designer doen. En dit is dus nu binnen een minuut is dit gegenereerd al. He, gewoon ja. En, en dat, dit kan alleen maar doordat we al eerder zijn. dat jij nu kunt praten met die software systemen. Je hoeft dat zelf niet meer te programmeren. Je hoeft zelf niet meer te slepen, te klikken. Nee, je gaat van tekst naar, naar afbeelding. Maar Mark, wij kunnen ook onze, onze eerste film gaan produceren nu. Want wij kunnen nu van hmm. tekst naar, uh, naar video. En zonder dat we een camerateam nodig hebben. kunnen we onze eigen films gaan, uh, gaan produceren. Uh, dat ja. kan met uh, ja. deze software, Runway. En ja. uh, nou ja, daar zitten natuurlijk kosten aan verbonden en ze kunnen nu nog maar uh, secondes genereren, zeg maar. Maar het laat al zien dat we van tekst naar video kunnen, kunnen gaan. Of, of dit bijvoorbeeld, zou je niet af en toe iets, iets uit een video weg willen halen, dat het in beeld zit? Ja, dan laat je dat AI doen en is het uit beeld gewoon. En, en dat in video, dat het niet meer terugkomt. Ja, dat zijn allemaal dingen die wij, uh, wij dagelijks zullen... Nou, dagelijks niet, maar die wij uh, steeds sneller zullen gaan uh, uh, gebruiken, denk ik, Mark. En vooral ook omdat uh, ja de kosten van zo'n bot, om dat te leren, om die te programmeren... die zijn dus ook afgelopen twee jaar extreem gedaald. Waar het eerst nog 4,6 miljoen was om zo'n bot iets te leren... is dat nu nog maar uh, 450.000 dollar. Dus dat is al... Door ja. tien gegaan. En dan moet je nagaan. in 2030 verwachten ze dat het nog 30 dollar is. En dan wordt het opeens voor iedereen toegankelijk. Dit. Ja. En, ja. en ja. Daar, daar zitten we. op die vooravond zitten we. En daar, we gaan naar dat tijdperk. Het is niet meer. Uh, uh, niet meer tegen te, te houden. Uh, denk ik zo. Nee, nee. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, het is zeker niet tegen te houden. En ik denk ook niet dat we dat willen. En van de andere kant. Uh, er zijn ook mensen die, die heel, daar heel druk mee bezig zijn geweest, maar die zich nu hebben teruggetrokken. Hè. Er is uh, een belangrijke uh, 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 hoofdontwikkelaar bij uh, Google is uh, daar weggegaan en die zich 100% vrij gaan maken om mensen voor te lichten over de ja, zwarte kant van kunstmatige intelligentie. Ja. En ik denk dat dat ook goed is om te beseffen. Dat, dat technologie... Uh, is in basis naar mijn mening gewoon goed, neutraal. Al die, 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 die is of neutraal, hè, maar het 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 komt iets moois brengen. Anders was die behoefte er überhaupt niet eens geweest om dat uh, dat te ontwikkelen. Um, uh, maar ja, daar kunnen ook natuurlijk andere dingen mee gebeuren. En volgens mij hoorde ik het jou laatst mooi zeggen, Stijn. Uh, uh, dat je. Kijk, jullie gebruiken een drone bijvoorbeeld, een mooi stuk technologie. Gebruiken jullie om prachtige foto's te maken. Maar wat zei jij ook, uh, weet je nog wat je zei? Ja, nou, in, de, in de oorlog met de Oekraïne in Rusland worden ook drones gebruikt. Terwijl een Precies. drone is neutraal, je kunt er hele mooie foto's mee maken. Maar je kunt er ook hele slechte dingen mee doen. Precies. Ja, en, en ik denk dat dat met kunstmatige intelligentie uh, ook zeker zal, uh, zal, uh, zal zijn. En, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk om, om zoals jij het altijd mooi zegt, je moreel kompas op, op de goede plek uh, te hebben uh, in het gebruik van technologie en, uh, en, en ook in het verder ontwikkelen van, ontwikkelen van dit soort technologie. En dus wat is de energie die je erin steekt, uh, is ook de energie die je eruit haalt. Dus als jij. Liefde centraal stelt in de energie van uh, kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling daarvan, dan gaat dat hele mooie dingen brengen. Maar als jij denkt van, ah, hoe kan ik, uh, weet ik van wat, als, uh, stel je voor, je bent een ondernemer, hoe kan ik mijn marge uh, verdrievoudigen door uh, kunstmatige intelligentie uh, te gebruiken? En, uh, en, en, en hoe kan ik mijn personeel op straat uh, gooien door, uh, door AI uh, in te zetten? Uh, ja, dan, dan zit je meer aan de donkere kant, wat mij betreft. En dan, dan snap je het niet. Het kan juist veel meer gaan brengen. Als jij een bedrijf hebt met mensen in dienst. Uh, en jij ziet uh, dat zij efficiënter kunnen werken. met behulp van kunstmatige intelligentie. dan is dat fantastisch, want dan heb je die mensen. die, heb je, die, die, die kunnen dan nog meer ontwikkelingen doen. die kunnen nog meer service leveren. kunnen nog meer voor, voor jouw klanten gaan betekenen. En ik denk dat dat. De, wat, mij betreft, de, de, wat mij betreft, de visie die ik heb, uh, is hoe je, hoe je dit uh, nu al kunt gaan gebruiken, uh, maar zeker in de toekomst ook moet gaan gebruiken. Ja, en, hoe kijk jij daarnaar, Stijn? Ja, nou ik, ik denk uh, wat er denk ik gaat gebeuren. Ik denk dat we meer uh, uit ons hoofd moeten en meer naar ons hart moeten. En ik, uh, ik denk dat we ook minder naar een samenleving moeten gaan die gebaseerd is op, uh, op wetenschap. Ik denk dat we dat, ja. nou, dat hebben we de afgelopen jaren ook wel kunnen zien in mijn optiek, zeg maar. Betaalde wetenschap, wat dat kan, uh, kan doen. En ik denk ja. dat um, uh, AI ons daarbij gaat helpen en ons gaat leren. om meer uit ons hoofd te gaan en meer naar ons hart uh, te gaan. En wat is mijn, uh, mijn theorie daar, uh, daarvoor? Is dat er, er gaan, uh, de komende jaren heel veel video's online komen die allemaal deepfake zijn. Dus dat zijn video's ja. die zijn niet waar die zijn. Niet, die zijn niet waar gebeurd. Die mensen hebben dat niet gezegd. Maar het lijkt net of dat die mensen dat wel hebben gezegd. Dus wij, ja. wij, kunnen, wij gaan naar een wereld waarin we niet meer kunnen vertrouwen of een video uh, waar is of niet waar is. We kunnen dat niet meer beredeneren. We kunnen dat niet meer met ons hoofd beredeneren. Of dat wel of niet waar is, maar we kunnen het nog wel voelen. Dus ik, ja. ik denk dat we veel meer naar, uh, naar het voelen moeten gaan om te voelen of iets klopt. En dat, dat kunnen ze ook niet afnemen van ons. Ja, nou, ze hebben natuurlijk de, de. Jarenlang hebben ze denk ik ons uh, uh, daar niet meer mee uh, in contact laten komen met ons gevoel. Uh, maar als je dat nu kan ontwikkelen in deze uh, dit decennia, jou, jouw gevoel, jouw intuïtie dan ga jij echt je zo ontscheiden van iedereen... en dan ga je zoveel meer kansen zien. Daar ben ik echt van, uh, van overtuigd. En, ja. en, en, en deepfake is al, is al zo goed, Mark. Ik heb hier een, uh, een, uh, een video heb ik, uh, bij. Uh, Joe Rogan, een van de grootste podcasten ter wereld... of de grootste in, uh, ter wereld. Uh, die hebben ze een gesprek laten voeren met uh, Donald uh, Trump. Dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Maar er is wel een gesprek. En je kunt die twee met elkaar dus laten praten. En, en, en een gesprek laten, laten genen, genereren uh, door middel van uh, AI. En laat ik even een stukje luisteren aan jullie, zodat jullie horen hoe goed het is. En ik denk dat iedereen wel de, de stem van Trump kent. Van Joe Rogan, niet iedereen. Maar van Trump kent iedereen het denk ik uh, wel. Dus laten we een heel klein stukje luisteren. En dit, is dus, dit, dit gesprek is dus, heeft dus niet plaatsgevonden. Uh, en is volledig uh, ge ge gegenereerd. Hier komt hij. I love it Joe. So, let's dive into the topic at hand. You've been banned from Twitter, one of the biggest social media platforms in the world. How has that impacted your life? Let me tell you Joe, it's been a tremendous change, unbelievable. Twitter was a fantastic platform, the best to connect with all my tremendous supporters and get my message out to the masses, the biggest masses you've ever seen. But since being banned, I've had to find alternative ways to communicate and let me tell you, it's been a real eye opener, believe me. Ja. Yeah. Ja, dit is toch gewoon Trump. Dit kan je toch niet meer onderscheiden. of hij dit wel of niet was. Of hij dit wel of niet heeft uh, uh, gezegd. En dus deepfake, jongens, bereik je daarop voor. Dit gaat, we gaan daar uh, heel veel mee te maken uh, krijgen. Um, ja. uh, en, en, en dus het heeft ook niet meer zo zin om het te, te zien. of het te beredeneren. als je het mij vraagt. We moeten veel meer het gaan voelen vanuit ons uh, hart. En, nou, en, en vanuit ik, daar en gaan leven. Mooi. Ja. Ja, sorry Stijn, ik praat door je heen, maar dat is, dat is wat je heel mooi aangeeft. Want als je je ogen dicht doet, en ik heb dat ter voorbereiding op deze podcast heb ik dat gedaan. Als je je ogen dicht doet en je luistert, dan weet je direct dat het niet klopt. Want dan is het, althans merk ik in ieder geval, veel makkelijker om eigenlijk naar je, naar je buik te gaan. En te voelen van, van klopt dit of niet. En, en, en dan weet je direct van ja, dit is... Dit is bullshit. Dit is dit is niet een dit is niet een een, een verhaal zoals hij dat zou uh, zou uh, zou, uh, zou zeggen. Uh, dus uh, ja. ja. En nee, Mark, zouden ze van ons ook een keer een een AI podcast uh, maken gewoon? Ja, ik, ik, zou, ik zou vereerd zijn als dat zo is. Misschien is dit wel een AI-podcast ja, zou, zou dat niet gek zijn als, de, als dat van ons wordt gegenereerd, dat wij elkaar horen praten, dat je dan elkaar vragen hoort stellen en uh, discussies hoort hebben. En dat je denkt van oh, dat hadden we ook nog kunnen doen. Of hey, dat, is, uh, dat ben ik een totaal nieuwe ik weer. Het zou, het zou wel lachen zijn, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het leuk om, het, uh, om, om een keer te kijken hoe we deze technologie kunnen gebruiken om het inderdaad gewoon voor vijf minuten iets op te nemen en te kijken wat er uh, wat er gebeurt. En uh, en dan mogen alle kijkers of luisteraars uh, die, uh, die mogen stemmen wat uh, wat correct is en uh, wat niet correct is. Ja, yeah, ik tof. ben benieuwd. Yeah. Leuke test. Tof zijn. Uh, iets heel anders, uh, Mark, wat ik ook nog met je wil uh, bespreken. Ik ben benieu heel benieuwd hoe jij ernaar uh, naar kijkt. Uh, jij weet het al, want uh, ik uh, met Follow Your Wind heb ik een nieuwe podcast opgenomen met uh, Didi Taihutu van de Bitcoin Family. Ja. Hij kwam langs bij ja. ons in, uh, in Portugal. Uh, jij had ook nog een vraag die ik aan hem moest uh, stellen. En die vraag van jou was van: hey, hoe kijkt Didi nou uh, naar bezit? He, want hij heeft alles verkocht, heeft geen vastgoed meer, heeft alles nee. in, uh, in Bitcoin zitten. Uh, voornamelijk in Bitcoin. Um, en hoe, wat is zijn visie op uh, bezit? Nou, een kleine sneak preview dan. Het was een heel interessant antwoord. Maar iets wat ik met jou wil bespreken, Mark. En dat, ik heb het nog niet met jou besproken volgens mij. Um, nee, klopt. Zijn visie op bezit. Hij zei dus: van ja, we gaan naar een, een wereld uh, toe. waarin, we, ja, waarin AI-robots uh, bezittingen zullen hebben. Dus hij, hij gaat heel ver zelfs. Hij zegt: straks is er een AI-robot die gewoon een huis koopt. En die koopt dat huis en die gaat dat verhuren. En die maakt daar, uh, daar inkomsten gewoon mee. En die krijgt gewoon uh, van ze uh, betaald via Bitcoin. En ja. uh, we gaan dus naar een compleet uh, uh, nieuwe wereld toe, wat we ons nog niet kunnen, kunnen voorstellen. En dan. Dan denk je nu misschien nog wauw, wow, dat is wel heel ver weg. Weet je, dat, dat een robot een huis gaat verhuren. En dat dus niet ja. een mens eigenaar is van dat van een huis. Maar een robot is uh, hey, gewoon een computersoftware, ja. is eigenaar van, uh, van een huis. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij dan naar Mark? Ja, ik, ik heb het niet eerder gehoord, maar ik vind het wel heel erg interessant. En en heel eerlijk, ik zie ik zie het ook wel direct voor mij. Uh, Zeker een AI die aangesloten is op allerlei uh, online systemen, uh, die kan op het moment dat. Nou, bijvoorbeeld als we in Nederland kijken uh, en, en het platform Funda uh, pakken. Als gauw een huis daar beschikbaar op komt, uh, komt het eerst in een, in een interne, uh, intern systeem komt het terecht, waar de makelaars uh, allemaal in zitten. Nou, stel je voor dat een AI daar nou op aangesloten is en dat die direct de krenten uit de pap haalt, dat die gewoon direct heel snel kan calculeren, pa, puur op basis van van de data en de foto's die erin geladen zijn... dat die kan beslissen of dit een goede deal is... of dat het een slechte deal is. Ja. Dus gewoon op basis van vraagprijs. En dat kan die met een milliseconde. Wij hebben daar veel langer voor nodig. Uh, even afgezien dat we natuurlijk moet, uh, moeten wachten. Uh, daarbij, wij uh, laten onze emoties daar heel erg in spelen... Uh, waar een AI natuurlijk ook geen last van heeft. En die emoties kunnen, kunnen afleiding zijn. Dus ik vind het een, uh, ik vind het een interessante. Uh, er zijn veel woningen en, en ook trouwens bedrijfsgebouwen... die via banken uh, te koop worden aangeboden... of die verplicht vanuit een bank verkocht moeten worden... omdat uh, financiering, uh, rente niet meer en aflossing niet meer betaald kan worden. Uh, ook dat zit een apart systeem. Uh, ik denk dat het voor een bank heel fijn is om te werken met een AI omdat hij direct ook de, kan zien of die, of die AI dat kan gaan betalen. Dus het is niet zo van dat je het nog onder voorbehoud van financiering moet doen. Nee, dat is allemaal open. Dat is natuurlijk ook waar blockchain technologie een rol gaat, gaat spelen. Dus direct kan er een beslissing genomen worden. Dus het is dus, dus ochtends. Heb je een moeilijk gesprek met iemand wiens huis verkocht moet worden? En voordat de lunch uh, gaat starten, is het huis al verkocht aan, uh, aan, uh, aan iemand. Dus ja, ik, uh, ik, ik had het niet eerder gehoord, maar ik zie het wel helemaal voor me. Ja, nou ja kijk, ik ben heel benieuwd juridisch. Weet je, of, we de, of, of overheden het ooit gaan, uh, gaan toestaan met, met een huis? Hè? Want ik denk wel, een AI-robot die, uh, die heeft geen paspoort, dus die kan niet een bankrekening verifiëren. Hè? Dus daar, daar zou de moeilijkheid in zitten. Maar hij kan wel gewoon een Bitcoin kan die aanmaken en hij kan bitcoins ontvangen en als je dan dus je huis in bitcoins kunt, kunt kopen dan dan zou het theoretisch al mogelijk zijn en, en dat gaat gebeuren Stijn dat weten da, wij dat ook zien wel. we al dat, en, dat en, zien en, we al op en, heel veel plekken ja. want ook die technologie is niet, uh, niet, niet tegen te houden en ook de manier waarop banken gaan functioneren uh, de beschrijving die ik net geef is een hele ouderwetse beschrijving dat, uh, ook dat gaat natuurlijk compleet uh, op de schop Ja. Um, en, maar wat er ja, sowieso, sowieso al kan gebeuren, Mark, en misschien hebben we het niet al door, maar er zijn misschien wel ook gewoon uh, bedrijven die volledig door een robot worden uh, gerund en wat wij niet door hebben achter de schermen. En, want uh, bijvoorbeeld een, een website kan in 30 seconden worden gegenereerd door een AI-robot. Nou, stel nou dat er een AI-robot gewoon een stukje software is en die zegt, nou, ik maak gebruik van deze website. En ik, uh, ik ga als diensten copyright aanbieden. En jullie kunnen dat uh, doen voor 1 euro per, uh, per tekst of uh, uh, 0,10 uh, shatoshi per, uh, per tekst. Uh, ja. Mensen zullen dat al al gebruiken, die website, zullen daar via bitcoin aan betalen. En die inkomsten gaan dan al naar een robot zonder dat jij het doorhebt. Want hoe vaak ja. heb jij gebruik je niet een website zonder dat je verifieert of daar een, iemand achter zit. Dat er een mens uh, daar de eigenaar van is. Nou, zo vaak ja, denk ik. Punt. Dus, dus, dus dat kan er al zijn, dat er gewoon dus al bedrijven gerund worden door AI-robots. Ja, en in mijn optiek, zij gaan het beter doen dan hoe mensen het kunnen, kunnen runnen, want zij hebben veel meer denkcapaciteit. Er kunnen 24 ja. uur 7 kunnen zij werken. Um, dus dus dat, dat is er misschien al. Uh, ja, ik, gewoon, uh, dat is bizar, ik, hè? Ik, 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 moet dan, ik, ik moet dan vooral ook denken aan, aan uh, heel veel producten die nu bijvoorbeeld op Amazon worden aangeboden. Hè. Daar zitten natuurlijk ook allerlei uh, ondernemers, uh, uh, kleine ondernemers zitten daarachter, uh, die een x-aantal producten in het, uh, in, in het magazijn van Pol.com. Uh, ja, dat kan ook wat dichter bij huis uh, hebben. Met um, uh, Amazon in Amerika. Uh, ik kan me voorstellen dat een AI heel snel kan zien waar het gat in de markt zit en wat die, hoe die dat moet ontwikkelen. En gewoon bestaande producten kan, um, kan, uh, kan gaan inkopen, uh, uh, in het magazijn gaat laten leggen. Die, die heeft daar geen mensen voor nodig. Of als je het hebt over. En is dat niet ook al een tijdje geleden gemaakt? Een, een, een uh, product, een de dienstverlening, geloof ik. Er waren een paar studenten in de Verenigde Staten die uh, gekeken hebben hoe ze uh, met behulp van AI een, een succesvol bedrijf konden bouwen. En volgens mij hadden ze binnen een paar weken 100.000 dollar aan, uh, aan omzet. <laughs> uh, nou, ik weet niet of je hem tegen bent gekomen, maar ik heb hem ergens gelezen. Super interessant, uh, dus. Ja, dus ik denk dat ze er al zijn, Stijn. Ja, nou ja en zonder dat wij het weten. En dat is wel bizar. En, en, en zeker ja. ook, nou ja, bitcoin speelt hier dan ook wel weer een rol in. Want ik denk dat het gewoon met het fiat geld niet kan lukken voor zo'n AI-robot. Maar omdat we geld gaan scheiden van de, van de staat door middel van bitcoin... en dat we geld naar cyberspace gaan brengen... waarin de AI-robot ja. zich ook begeven... Uh, kunnen, kan er dus een hele nieuwe economie uh, ontstaan. En uh, ja. iets anders, Mark... Uh, aan wie zou jij liever je geld uitlenen? Als je bijvoorbeeld, uh, er is een, een uh, iemand wil een huis kopen of een AI-robot wil een huis kopen. En die doet aan jou een offer: hé, hey, ik wil van jou geld lenen en ik beloof jou 5% rendement per, per jaar. Uh, wil je een bitcoin uh, inzetten, zeg maar? En dan, of die mensen gaan het runnen, dat verhuur van dat huis, of die AI-robot gaat het, uh, het, uh, het verhuur runnen van dat uh, huis. Aan, aan wie zou jij je lening uh, verstrekken? Dat nou, vind ik een moeilijke vraag. <laughs> dat, is, dat is een beetje ook voor mij een vraag in de categorie van, van waar, haal je, waar haal je bepaalde producten vandaan? Doe je dat bij je lokale leverancier of uh, doe je dat bij de goedkoopste aanbieder ergens op internet? Dus als mens ben ik geneigd om wel degelijk met mensen zaken te doen. Alleen uh, ja, heel eerlijk, als je het puur vanuit rendementsoogpunt gaat kijken en betrouwbaarheid gaat kijken, dan zal dat waarschijnlijk met die AI zijn. Uh, nou ja, hier is komt dus het doet? morele: het morele komt te, te tevoorschijn. Ja. Ga je voor het morele of ga je voor de geld op je, op je investering? Maar uh, dit is wel interessant, want uh, wij zeggen wel eens vaak: oké, okay, als wij geld zouden, uh, ergens zouden uitlenen op een platform, uh, doe je dat bij een Celsius waar mensen achter zitten, gecentraliseerd en uh, waar het gerund wordt, of een Nexo of een ander platform, of doe je het ja. bij, bij AV, wat een internetprotocol is en wat niet zal valspelen. Kiezen we Precies, al wel ja. vaak voor dat, zeg maar. En dat is eigenlijk ook een soort AI-robot, computerscript die het doet. Uh, ja. En dat je daar je geld zou, uh, zou ja. wegzetten. Uh, ja. Maar ja. Ik, ik, ik zat er uh, zelf ook over na te denken, Mark, dat ik denk voor, voor ons mannelijke Beach uh, voor het verhuur is ja, die AI-robot kan vragen beantwoorden van, voor, uh, voor gasten van ons. Uh, maar die AI-robot, Dyson is daar ook mee bezig, hè? die van die stofzuigers en slimme stofzuigers, die zelf ja. kunnen stofzuigen. Maar ze zijn nu ook met robots, AI-robots bezig, die voor jou uh, kunnen schoonmaken, die kunnen afwassen. Die... Ja, dan, dan hoef ik eigenlijk geen schoonmaakster langs te laten komen, want er staat gewoon een AI-robot in huis. En als de gasten het huis verlaten, hij kan in onze agenda zien dat, uh, en met de uh, met onze smartlock kan hij zien dat de, de, de gasten eruit zijn. En hij begint ja. schoon te maken. Ja. Interessant. Het is, ja, het is, ja, ja, daar zou je toch ja tegen zeggen. Om dat te laten doen, toch? Hij, hij kan nou, zelfs een vindt... kaart brengen. Is de, is de douche kapot of niet? Of iets dergelijks, weet je? Hij, hij kan het al meteen repareren. Hij kan een bestelling doen. Hij, 24 7. Ja, het ligt eraan hoe betrouwbaar. Uh... De mensen zijn. Hè? Dus het is niet zo vaak, denk ik, een, een, een budgetaire keuze. Maar het heeft wel met betrouwbaarheid te maken. En ik weet dat jullie dat nu helemaal top voor elkaar hebben. En dat jullie een prachtig team hebben, erop hebben zitten op, je, op jullie huis. Maar er is ook een periode geweest waarin je veel wissels had. Uh, van, uh, van schoonmakers. En, en dat de betrouwbaarheid daarvan wat minder ja. was. En ik kan me voorstellen als er op dat moment uh, als je, weet ik veel, in Brazilië zit en er is een panklare oplossing en je kunt een AI in huis zetten, dan denk je, ja, dat is toch wel een stuk uh, stuk fijn. Hè? Want dan kan ik gewoon weer doorgaan met mijn leven. Ja. Uh, dus, uh, dus ik kan me voorstellen dat, dat dat in bepaalde omstandigheden, zeker wanneer je wisselt, dat je die keuze gaat maken. Ja. Ja. Ja, laten we ook naar een uh, andere kant van uh, AI gaan, uh, gaan kijken, Mark. En dit vind ik ook interessant. En dit is weer een heel nieuw perspectief. Uh, en dan heb ik het over uh, AI en educatie. Zou het ons daarbij kunnen, uh, kunnen gaan, uh, gaan helpen? Uh, en ik kwam bijvoorbeeld uh, deze website kwam ik, uh, tegen... waarin je dus world-class AI voor education kan krijgen. Dat is eigenlijk gewoon... Ja, Het zou misschien wel een online school kunnen vervangen. Waarom ja, gaan leerlingen gaan gewoon gebruik maken van een AI-robot en uh, leren op die manier rekenen, schrijven? Um, ja. Wat ze willen leren. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij ernaar? Denk je dat, uh, ja, dat. Dit we... zie ik absoluut gebeuren. Ja? Dit, dit is voor mij. Dit is voor mij... En, en dit is dan misschien ook wel het meest spannende, Stijn. Kijk, want als je gaat kijken naar de hele geschiedenis uh, van, van, van technologische ontwikkeling. Een leraar is nog nooit vervangen geweest, uh, maar op dit moment zijn we op een punt en dat is niet in de toekomst, maar dat is nu al dat een AI al uh, beter les kan gaan geven dan dat een leraar dat zou kunnen hebben. En dus we hebben het puur over kennisoverdracht hebben we het dan, hè? Ja. We hebben het niet over het menselijk aspect, maar ook het menselijk aspect. Vergis je niet, ook dat gaat heel erg ver. En uh, daar gaan we straks nog, denk ik, wel over hebben, over de metaverse. Maar wat ik daar wel over wil zeggen, is dat als je nu naar uh, Japan bijvoorbeeld gaat kijken: Japan, daar, uh, jonge mensen, die, die nemen daar eigenlijk geen kinderen meer. Of die besluiten geen kinderen meer te hebben. Zijn er zijn ook veel mensen die alleen uh, zijn. Wat je daar nu al ziet, is dat, een, uh, dat, er, dat het steeds normaler wordt. Om een, een robot te hebben voor je, sociale, uh, voor je sociale leven. Dus een robot in huis waar je mee kunt praten, waar je dingen mee kunt delen. Um, iedereen weet dat vast wel, die nu aan het kijken is of in de vertraging aan het kijken is, uh, die weet nog vast wel die, die kleine. Huisdiertjes, die kleine robots, ik weet niet meer hoe ze heten, ja. maar dat was een jaar of tien geleden. Was dat al? Die ontwikkeling is niet stil blijven staan, die is gewoon verder gegaan. En we zien nu vooral bij die jongere groep, dus in de 25-35-sfeer, die uh, heel bewust ook niet kiezen voor kinderen, dat AI gebruikt wordt. Dat robots gebruikt worden voor sociale activiteiten en een sociaal leven. En, en ik zie dat alleen maar verder groeien. En, um, en ik weet zeker dat dat ook de hele wereld over gaat. En het is natuurlijk ook de vraag: van ja, van, wil je dat wel? Weet je, dan kun je die discussie gaan voeren. Nee, als ik er voor mezelf over nadenk, dan denk ik dat ik dat niet wil. Maar als ik ga nadenken over. Um, een, 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 een oma van mij, die, uh, die, uh, die een groot gedeelte alleen in haar uh, woonkamer zit. Ja, ik kan me voorstellen dat dat haar leven uh, verrijkt en dat dat wel degelijk heel veel gaat, uh, gaat, gaat leveren. Um, nou ja, jongeren, waar ik het net over had. Dus, ja. uh, misschien wel tijdens, uh, tijdens die periode die we in, uh, in 2020 hadden, uh, waarin jongeren. Um, uh, makkelijker weer connectie kunnen maken met, uh, met, met, met nou ja, iets wat levend voelt. Um, ja, dus, Tamagotchi dus, was het trouwens, Mark, zegt, uh, zegt Kim. En, oh ja, top, tam, ja, ja, precies. Ja, maar maar ja, nog Mark, ja. heel even over die AI-scholing. Ik vind dat toch wel interessant, hè? want je kunt dan uh, lesmateriaal kan er ontworpen worden specifiek op de interesse en de doelen van de student. En, ja. en, en dat is volgens mij wat heel va vaak ouders zeggen, de klassen zijn te groot of te weinig aandacht. Uh, ja, je, je kan iedere uh, student van jong, uh, jong tot oud, ook voor ons nog, hè, wij zijn ook nog gewoon uh, student. Ja, je kunt gewoon je AI-docent uh, uh, bij je hebben. En, en het ja. interessante is dat je ook tegen zo'n AI kunt zeggen van ik wil dat jij denkt als een Elon Musk. En dat jij mij coacht. Hoe Elon, ja. Elon Musk mij zou coachen. Of als een, als een Einstein. Of weet je, ga denken als een Einstein. Ik stel jou vragen: hoe zou jij mij coachen naar mijn bedrijf toe? Toe, weet je, zo kan je ja. er nu al een AI docent gebruiken. gewoon. Zou jij niet willen mastermijnen met Musk, met met Elon Musk? Precies. Ja. En, en daarom denk ik dat de, dat dit ook echt gaat veranderen. Wat je ook ziet, een van de problemen in het onderwijs zijn dat uh, de manier waarop stof wordt aangeboden dat die uh, heel um, uh, heel standaard is. Dus voor de grootsgemeende deler wordt de informatie gedeeld op een bepaalde manier die voor de meeste mensen goed werkt. Maar als jij bijvoorbeeld een beelddenker bent, uh, of jij hebt een, een, een andere manier waarop jij de wereld benadert, ja, dan zit je daar in die klas en dan snap je er niks van. Dan kan jouw rekenen uitgelegd worden, maar dan snap je er niks van. Op het moment dat jij een persoonlijke leraar hebt in de vorm van een AI... dat kan op een computerscherm kan dat zijn... of, of misschien wel uh, op, op nog uh, in, in, een, in, een, in een robot daadwerkelijk... Uh, dan kun je daar gewoon aan vragen van... hé, hey, ik begrijp deze manier van uitleg, begrijp ik niet van jou... Dan zou je het misschien op een andere manier kunnen uitleggen. En die AI leert, die leert heel snel... dus de volgende keer weet hij van... oké, okay, als ik deze instructies geef en ik geef het op deze manier... dan snap jij het. En dan krijg, je dus ook, dan krijg je dus ook meteen dat er heel veel kinderen, dus die nu uitvallen. En dat zijn steeds meer kinderen die rugzakjes meekrijgen en of waarvan zelfs nog steeds gedacht worden dat die niet intelligent genoeg zijn, ondanks dat er uit een IQ-test komt dat ze gewoon gemiddeld zijn. Dat, dat ze niet die speciale aandacht hoeven te hebben, maar dat ze gewoon in dezelfde snelheid, of misschien wel veel sneller, omdat ze hun eigen. Ja, snelheid kunnen, vorm, kunnen volgen en hun interesses kunnen volgen. En ik geloof daar heel erg in. Als de interesses klaar zijn, dan kan iemand heel snel leren. Uh, dat, dat, je, ja, dat je je veel sneller je, je kennisniveau kunt verrijken. Uh, dus, ik, ik, uh, ik denk dat de scholing gaat veranderen door, 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 door AI. Of je dat, 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 dat wil of niet. Zeg maar. en, ik, en, en hier is het ook weer, uh, lieve mensen. Je, je kunt dit goed inzetten en je kunt dit slecht inzetten. Dat is dat, en dat, dat is nou precies dat, dat wij een keer met z'n allen moeten opstaan. En het niet alleen maar denken en schreeuwen, maar het gaan omarmen, gaan doen en gaan gewoon ook meer met de school gaan praten. Oké, okay, hoe ja. kunnen we dat nou gaan doen? Wat voor manier van lesgeven willen wij nu voor onze kinderen? En ik denk dus dat het zelfs ook mogelijk wordt om makkelijke homeschooling te doen of unschooling te gaan, uh, gaan doen. Uh, ja. Er gaan nieuwe mogelijkheden voor ons staan om op een andere manier de, de educatie uh, over te, te, te brengen. Het wordt ja. voor meer mensen toegankelijk. Weet je, want het, 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 het hoge kwaliteit van onderwijs wordt goedkoper door middel van deze AI-robots. Uh, um, en, en, en natuurlijk, ik zie ook in de chat: het, het blijft nog steeds waar wij het al in het begin over hadden. Het, het gaat nog belangrijker worden om vanuit ons hart te leven. Ik, en, 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 en misschien moet daar wel de scholing voor zijn, of moeten we in groepen bij elkaar komen, of moeten we dat op andere plekken. Daar is dus ook ja. meer tijd voor gewoon. Help, help mij daar eens mee? Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, hoe, nou, in, dat is ook bewezen, dat werd ook in de chat gezegd, is dat het, uh, het hart weet het al eerder, de, de antwoorden. Ja. Dus de, ja, ja, ja. de hart geeft het eigenlijk aan je denken uh, wat jij denkt, zeg maar. Uh, dus ja. door uh, hartcoherentie, frequenties, uh, jouw hart weet het al eerder. De, jou, um, de, 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 volgens mij, help me even in de chat wie dat nou was. Er is een Nederlandse Belg schrijver. Uh, ik heb zijn boek ook uh, gelezen van Leer Manifesteren als... Uh, hij heeft... Uh... Ja, ook oh, Ja, ja, ja. Hij, hij heeft dat ook... Uh... Maar ik, ik, ik heb zijn ik heb ander boek. En dan kan ondertussen misschien iemand dat via de chat uh, opzoeken. Ja. Uh, you Are the Placebo. En dat gaat ook heel erg van uh, Dr. Joe uh, Dispenza. Uh, en hij heeft het ook heel erg over uh, de manier waarop je in dit geval... door de techniek van uh, meditatie... Uh, eigenlijk veel sneller bij uh, kern kunt komen en ook bij de mogelijkheden kunt komen. En, en daar ben ik ook onwijs nieuwsgierig naar, want ik denk dat dat ook uh, een, een, de robotisering, zeg maar, gaat brengen. Is geen standaardisatie, maar is dat er uh, uh, diversificatie gaat komen. Doordat we onze intelligentie, uh, uh, als we. Dit soort technieken gebruiken, die in dat boek in dit geval beschreven staan. Dus meer vanuit ons lijf gaan leven. Ja. En volgens mij uh, hoorde ik het jou ook laatst mooi zeggen, Stijn. Je had, uh, je had dat opgezocht. Was, uh, je, je hoofd kon hoeveel? Uh, uh, um, zeven zeven de, prikkels per, per seconde of zo. Uh, dat, dat kunnen je hersenen opnemen. Maar er zijn miljoenen prikkels per seconde. Waar gaan al die miljoenen prikkels naartoe? Ja, die gaan naar je lijf. Je lijf neemt alles op. Ja, precies. Ja, um. ja. En, 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 uh, maar dat betekent ook dat er dus veel meer mogelijkheden zijn uh, in, in je lijf en dat er dus veel meer creativiteit is in ons lijf. Dus op het moment dat we ons brein nou gaan delegeren aan een, uh, aan een bot, ja. maar we gaan ons gevoel gaan we daarin leggen dus, en vanuit dat gevoel en het mooiste is vanuit een liefdevol gevoel gaan we die, gaan we die bot uh, gaan we aansturen. Ja, dan krijg je echt in een hele korte tijd, uh, net zo snel als die ontwikkeling van die bot gaat, krijg je als mensen dat ook die stap gaan maken. En dat is de manier waarop je je kunt onderscheiden, daar ben ik van overtuigd. Uh, had jij straks volgens mij noemde jij dat ook al. Um, uh, dan ga je ook een hele mooie wereld. The... Sorry. Dus, uh, ja, nee, dat geeft niet. Wat zei je als laatste, Mark? Uh, nou, dan ga je ook een hele mooie wereld ga je, ga je ontwikkelen. Uh, uh, wanneer, wij ons, wanneer wij ons lijf in, in, in gaan zetten, niet meer ons hoofd, dus niet meer ons intellect, maar het weten vanuit het hart, zoals het dan in de chat mooi uh, genoemd wordt. Ja. Uh, en we gaan daar de, het, het, het intellect, dus het weten, die bot mee aansturen, dan krijg je zoveel mooie dingen. Ik, ik denk dat dat het ook eigenlijk. Het is mooi dat we daarop uit zijn uh, gekomen, uh, Mark. Um, en ik, ik, ik proef ook soms een beetje in de chat soms een beetje angst of boosheid naar zo'n AI-robot, zeg maar. Maar. Maar dit is volgens mij de crux. We, moeten, we, zijn, we zijn veel te veel geconditioneerd allemaal op, uh, op ons weten. En zo gefocust op ons weten. We, zitten op de, we zijn op de verkeerde ja. lijn gebracht. Dat, dat kunnen ja. we gewoon delegeren. Daar hoef je niet bang voor te zijn. We moeten veel meer naar. Het was dus te schrijven: Baptiste de, Baptist de Paap. Uh, power, ah ja, power of the heart. Weet je, daar, 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 daar zitten de. Um, ja, de, de, de creativiteit. En daar, daar zit onze ontplooiing, onze groei, onze inzichten. En dat is juist de kans. We hoeven minder bezig te zijn met uh, heel veel dingen die we gewoon kunnen uitbesteden. Uh, nee, en ik denk dat dat veel mensen toch nog in het hele oude tijdperk, want dat is een, voor, een, een tijdperk van voor het internet. En, en ik denk dat dat toch nog een beetje in onze genen zit. Kennis is macht. Kennis is al heel lang geen macht meer. Uh, daarbij is het een compleet verkeerde energie, zeg maar, die daar altijd mee uh, werd uh, uitgezet. Sinds het internet is, is dat compleet opengebroken. Kennis is nu over, overal aanwezig. Alleen het is tegenwoordig door de grootte van het internet, is het moeilijk om de waarheid van de kennis te vinden. En ik denk dat met behulp van, uh, uh, van, uh, van AI we meer weer dichter en sneller ook weer bij die waarheid kunnen gaan komen. Uh, ja. Nou, goed, ik ben wel benieuwd, uh, vind ik ook wel leuk om straks over, uh, over, uh, over te gaan praten met, uh, met iedereen die in de natak blijft, van ja, hoe die, hoe die daarna kijkt uh, van wat is nou de toegevoegde waarde eigenlijk van mensen in, 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 deze, in dit nieuwe tijdperk. Ik denk dat dat iets is waar we waar we over na moeten denken. Ja, absoluut. Ik wil, ik wil nog één onderwerp met je aanstippen, Mark. Want ik volgens mij ja, vind je dat ook een leuk uh, onderwerp. Ik, ja, ik, ik, heel, heel kort, ik had nog al, allerlei andere dingen uh, gevonden voor, voor, voor mensen Maar bijvoorbeeld uh, films die nu eenvoudig gecreëerd worden. Bijvoorbeeld uh, dit. Je beweegt ergens en je bent je hebt meteen een animatievideo en zo weet je dus dat gaat allemaal de productiekosten naar uh, beneden brengen. Je, je, jij kunt straks zelf jouw eigen film gaan produceren zonder hoge kosten. moet je eens nagaan wat voor impact jij kan hebben als jij gaat leven vanuit je hart en je visie gaat delen en dat in een film stopt en uh, gedistribueerd naar de naar de wereld toe weet je. het wordt de macht en de power komt ook veel meer naar ons toe als we dat gaan inzien en uh, gaan uh, omarmen. Um, maar uh, Zelfrijdende auto's, Mark, dat gaat uh, te gaat komen. Dat is geen discussie meer. Uh, Tesla's zijn al veel veiliger dan als mensen rijden. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, Mark, dat is uh, de medische sector. Want ik weet dat jij daar ook heel erg uh, geïnteresseerd in bent. Hoe, hoe denk je dat AI, de, de, de medische sector, uh, de gezondheidszorg, hoe, het, uh, hoe daarin het ons leven gaat, uh, gaat veranderen? Ja, nou belangrijk om te zeggen is dat dat nu ook al gebeurt. Uh, kunstmatige intelligentie wordt nu al in ziekenhuizen, ook in Nederland, uh, in Europa, uh, wordt het gebruikt om uh, bijvoorbeeld hartfilmpjes te analyseren, uh, uh, cel, cellen te analyseren, uh, van, van uh, CT-scannen. Um, uh, de, de variabelen van, van een persoon, hè, van, van zijn, persoonlijke, zijn persoonlijke huishouden, zou je kunnen zeggen, uh, die kan heel snel ge, uh, ge, geanalyseerd worden door een AI, waardoor er uh, beter aangesloten medicijnen gebruikt kunnen worden. Er uh, kan beter gekeken worden, wordt het nu al voor gebruikt om de juiste donor te vinden voor jou. En ook daar veel preciezer en veel sneller eigenlijk... de juiste medicatie bij te gebruiken... die ervoor zorgt dat je afweersysteem niet... of dat het voldoende onderdrukt wordt, maar niet te veel. Een van de problemen die je, die je natuurlijk bij, met, donor, met donors hebt. Dus... Um, uh, dit, is, dit is echt baanbrekend. Vooral de snelheid die, waarmee uh, goede analyses gemaakt worden, en, uh, de, en, en hoe snel mensen ja, eigenlijk gewoon weer een goede kwaliteit van leven kunnen hebben. Uh, die zal enorm gaan, uh, gaan toenemen. Ja, de, de CEO van uh, Google is ook uh, van de week met iets uh, gekomen dat ze een nieuwe manier van diagnose stellen bij mensen. Hoe doen ze dat, ja. uh, Mark? Dat doen ze door middel van je oog. Dus ze kunnen een, een foto maken van, of een video maken van je, van je iris, in je, in je oog. Uh, en ja. daarmee kunnen ze dus zien al wat er aan zit te komen voor jou. En um, ja, kunnen ze eigenlijk een behandelplan al opstellen. Uh, en um, uh, kun je daarmee uh, mee aan de slag. Dus je hoeft minder CT-scans of MRI's. En dat is allemaal niet meer nodig, gewoon met een scanner op je, uh, op je, op je oog. Ja. Um, wat op zich natuurlijk uh, een mooie innovatie is. Tegelijkertijd denk ik ook: ik ga nooit mijn oog laten inscannen. Want ik weet toevallig dat in jouw oog er zit eigenlijk zoveel informatie in opgeslagen, in jouw, in jouw iris. Ook zoveel privacy. Ja, dat wil je dus nooit. Dat wil je dus nooit uh, uh, opgeslagen hebben ergens op een blockchain of in, in zo'n apparaat van een centrale uh, partij, zeg maar. Hè, dus, dus, ja. dus ook die ontwikkeling dat ze willen van je vingerafdruk dat dat een IRIS-scan wordt en dat je met je oog kan betalen. Ja, ik zou er niet aan meedoen. Gewoon uh, omdat ik nu dit weet hoeveel informatie er in jouw oog zit, uh, zit opgeslagen. Um, ja. Nou, dat hou ik liever toch even uh, uh, privé om allerlei redenen. Gewoon. Uh, gewoon uh... Ja. En er is nog iets anders waar ik zelf kritisch over ben. Is, uh, er wordt ook een bepaalde voorspellende waarde wordt er uit deze scan uh, gehaald. Of ik weet niet wat deze scan is, maar ik weet dat er, weet dat er uh, scans uh, zijn. Dus daarmee maken ze eigenlijk een voorspelling voor de toekomst. Welke ziekte jij uh, uh, hoogstwaarschijnlijk kunt gaan ontwikkelen. Het probleem daarvan vind ik uh, uh, dat, uh, en dat sluit eigenlijk aan op het boek wat ik je net uh, liet zien. Uh, is dat we ook weten dat mensen kunnen alles zelf creëren. En dat doen ze ook. Er zijn vele onderzoeken zijn er geweest waarbij mensen bepaalde pillen gebruikten en ervan overtuigd waren dat die hielpen. En die hielpen ook voor die mensen terwijl het gewoon suikerpillen waren, terwijl er helemaal niks, niks in zat. Maar ook andersom bepaalde pillen die normaal gesproken enorm ziek kunnen maken. Maar op het moment dat je de overtuiging hebt dat dat je niet ziek maakt, dat je daar ook helemaal geen last van hebt. En dat vind ik een beetje het probleem ook met AI. Het kan dus zo zijn dat de voorspellende waarde zeg maar, gaat toenemen. Dat er steeds meer voorspellingen worden gedaan over hoe, jou, hoe jouw toekomst, uh, jou, jouw fysieke toekomst eruit to uh, zou uh, kunnen komen te zien. Maar dat je daar dus ook naar gaat leven. Ja. En, um, ik denk en daardoor dat krijgt, daarom... AI, krijgt AI ook nog gelijk. Ook, omdat ja, hij voorspelt dat, zo gaan mensen leven. Ja, zie je, het klopt. Ja, dat, ja, ja. Maar, maar dat is natuurlijk wat we nu ook al zien. Hè? We weten dat uh, als een arts ergens van overtuigd is, dat de patiënt daar ook van overtuigd is. En dat kan in het goede zijn, in het voordeel van de patiënt zijn, van hé, hey, dit is iets simpels, dit gaan we bij jou doen en dan is het klaar, dan ben je geholpen. Maar ook in het negatieve waarin een arts zegt, ja, nee, uh, we denken dat je nog uh, zes maanden te leven hebt. En dan gebeurt dat ook. Weet je, ook die verhalen zijn bekend van meerdere mensen die bepaalde voorspellingen hebben gehad van ziektes die ze zogenaamd gehad hebben. Waarbij mensen ook nog eens een keer gingen overlijden. Maar uiteindelijk uh, bij, uh, uh, bij, bij onderzoek na het overlijden bleek dat er helemaal niks aan de hand was. En, dus, en ik denk dat dat met AI een vogelvlucht kan gaan krijgen. En ook hiervoor geldt weer, en dat is denk ik met iedere technologische ontwikkeling. Um, uh, is het weer van, ja, hoe kun je, um, hoe kun je zorgen dat, dat je meer mens wordt? Hoe kun je, ja. we hoeven niet, dat de techniek, technologie er is, wil niet zeggen dat je erop hoeft te vertrouwen. He, dus je kunt ook bij jezelf gaan kijken van, oké, okay, als AI er is en die ontwikkeling is er, dan is dat supermooi aan de ene kant, maar hoe kan ik diezelfde ontwikkeling bij mezelf ontplooien? Dat is de vraag die ik me steeds vaker uh, stel, juist nu die kunstmatige intelligentie zo enorm aan het toenemen is. Uh, ja, ja, en ik vind ook nog als laatste, dan Mark, en dan gaan we hem afsluiten, maar voor de, al, al die AI-oplossingen in de medische sector, die jij ook hebt benoemd, het, is, het blijft allemaal symptoombestrijding. En, en, ja. en, en volgens mij moeten we naar iets anders, en dat is dat we weten, wat is nou de oorzaak daarvan? En volgens mij komen we daar toch weer terug op wat we al hebben gezegd, en wat jij net ook aangeeft, is gewoon... Um, Weer meer mens zijn. Weet je, als we gewoon ja. meer mens zijn, dichter bij onszelf zijn, zoals wij het zouden zeggen, meer onze eigen wind zouden volgen, liefdevol voor onszelf, voor anderen zijn, uh, zullen er ook veel minder symptomen zijn en veel minder ziektes zijn in, in mijn optiek. Omdat de, de ziekte wil toch laten zien dat er een disbalans is in jouw lichaam. En ja. uh, mooi als een AI dat kan vaststellen en kan oplossen, maar als jij niet jouw manier van leven gaat aanpakken. Komt het gewoon weer terug en komt het weer opzetten. En, ja. en, en daar mogen we denk ik meer naar, naar terug. En wat ons daar gewoon gaat behelpen is uh, minder vanuit ons denken, minder vanuit ons hoofd, maar meer vanuit ons hart. En volgens mij gaan we dan op de juiste manier ook AI als een hulpmiddel zien en, uh, en daarmee onze wereld uh, uh, op een mooiere manier uh, vormgeven. Uh, Goed, dit was onze, onze kijk, onze visie op uh, AI. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je weer nieuwe inzichten hebt gekregen, uh, dingen die je aan het denken zetten. Uh, ik hoop het van, uh, van harte. Uh, dit was deel 2 uh, deel van de 2-luik. Van de uh, wij gaan nu nog eventjes door met uh, de natalk. Kunnen we nog even met jullie door filosoferen over, uh, over AI. En volgende week zijn we er ook weer, maar op donderdag. Goed om te weten, we zijn er dus op donderdag. 1 uur kun je er live bij aanwezig uh, zijn. Dat zouden we onwijs leuk vinden. Uh, zet je daarvoor even op de e-maillijst escape925podcast.nl. En dan ontvang je donderdag een uitnodiging om er live bij aanwezig te zijn. Uh, dus aflevering 50 is dat, Mark. Moeten we toch al een, een feestje van maken, zou ik zeggen. Gaan we een feestje van maken? Ja, ik ben ja. benieuwd. En uh, zouden mensen het leuk vinden als we het hebben over een ander onderwerp is uh, schuldenvrij leven, de ja of de nee. Uh, vinden jullie dat een leuk onderwerp? Laat het weten onder deze video of in de chat. Uh, bij genoeg reacties gaan we daar een, een video over maken als uh, 50ste aflevering. Dus schuldenvrij leven. Wel of niet gaan, uh, gaan doen. Uh, laat maar weten. En bij genoeg animo gaan we dat voor jullie, uh, onze visie daarover uh, delen met jullie. Om nog meer die Escape 925, uh, die Red Race uh, te ontsnappen. Uh, dus uh, laat maar weten. Uh, dank jullie wel. Uh, Blijf hangen. We gaan nu naar de Natalk. Ciao, ciao. Tot ziens.